in het noorden naar puur aroma in het zuiden. Wel van de regen in de drup, zal ik maar zeggen. Maar dat gaat de pret niet drukken. Frank, ben je druk, jongen? Hé, hey, Karen. Hé, hey, staat daar nou die koe van Roy? Ja, dat zijn de koeien van Roy. Ja, zeker. Ik vroeg nog aan Roy, hoe zou het zijn als jouw koeien ook kruiden zouden eten? Zou je dat terug kunnen proeven in het eten? Ja. Weet je nog? Ja, dat weet ik nog. Ja. Wat zou je die koe nou willen geven? Ja, heel veel diversiteit. Biodiversiteit, dat is wat die koe wil. Ja, misschien wordt het wel tijd voor een kruidenkoe. Ja, dat zou... Een kruidenbiefstuk, en dan zit het er al in. Een hele goede zaak zijn. Maar goed, laten we gewoon even nu bij de mensen blijven. Hier hebben we iets heel moois. Proef maar eens. Anijs? Nou, dat is heel goed. Het is Mexicaanse ragon of anijs Afrikaantje. Beide is goed. Heerlijk. Dat is mooi, hè? Is dat nieuw? Ja, toch wel. Tamelijk nieuw. Ja, en wie maakt dat dan? Wie kruist dat dan? Dit zijn natuurlijke, het zijn natuurlijke kruiden, dus het is niet gekruist. De natuur heeft het gedaan. Hè, dus mensen hebben het niet gedaan. Maar mensen hebben het wel bij elkaar gebracht. Dus er zijn vermeerderingsbedrijven waar wij het weer mogen kopen. En dan moet het voor in... Dus in origine bestond die zo ergens op een plek op de wereld? Dit is 1000% natuur. Wauw. Wat is dit? Want we gaan... Ja, nou, dit mag je ook proeven. En dan ben ik benieuwd naar je reactie. Okay. Ik zal meeproeven. Ik begin een beetje bang te worden als je benieuwd bent naar mijn reactie. Dat is heftig, hè? Het is onsterfelijkheidskruid. Er is een groep mensen in China en die drinken alleen maar thee van onsterfelijkheidskruid. En niet van de gewone thee. De zwarte thee zoals we hem kennen, zeg maar. En wat blijkt nou? Die mensen die worden allemaal 100 plus en nog wat. Hoeveel heb je van die planten staan? Een kleine 1000. Kom even met een laadbak, mannen. Dan nemen we er een dozijntje mee. Ik wil ook 100 worden. En nog heel veel Limburgse producten eten en met jullie genieten. Hey, we gingen iets speciaals doen. Jij gaf het al aan. Thee. Ja. En wij gaan niet zozeer alleen thee maken, maar infusies. Regen of niet, iedereen moet gewoon doorwerken bij jullie op de kwekerij, ja, hè? Ja, dat is zo. Ik zit er gewoon al een paar uur. Ja, ja, ja. Wat is hij aan het doen? Plantjes aan het verkoop klaarmaken. Dus eventueel onkruidje eruit en een kaartje erin. Ja. Hoeveel kruiden staan er nu? Hier, bijna 1 miljoen. Bijna 1 miljoen. 1 miljoen kruiden? Ja. En je verkoopt dus op jaarbasis ook ieder jaar 1 miljoen kruiden? Ongeveer, ja. En hoeveel soorten dan? 70, 75 soorten. Ja. Dus heel goed verkopende soortjes. Daar hebben we heel veel van. Basilicum? Ja, basilicum, Marokkaanse munt, chocolademunt, citroenverbena. Maar er zijn ook soortjes die we hebben om te hebben. Ik noem wat safraan, echte safraan. Ja, wat verkoop je daarvan? Maar kan dat hier groeien? Dat kan prima. Ja, qua kan klimaat zeker. Kan safraan dat niet... Dat kan heel goed, ja. Als herborist, want dat ben je, weet jij precies wat je kan eten uit de natuur? Ik heb dat vorig jaar met jullie mogen doen. Nou, een feestje, werkelijk, kan ik iedereen aanraden. Maar je hebt ook een opleiding onlangs weer afgerond. Je bent nu ook voedingsdeskundige. Ja. Had je dat nodig? Ja, ik vond het wel. Ja, ja, vond ik echt wel. Ja, toch meer achtergronden, breder. Herberist, dan weet je wel alles over kruiden. Maar voeding, het is zo breed, het is zo complex. Ik moet nog 10 opleidingen gaan volgen. Ja. Hey, we gaan heel veel kruidjes plukken voor die infusies. Ja. Leg mij maar plat. Ja. Wat had je in gedachten? Ja, we kunnen gewoon eens even kijken. We gaan zoeken naar een paar mooie muntsoortjes. Naar citroenverbena. Camille zouden we kunnen... Baby, baby, since you've been gone, I ain't doing so good. I don't get up, paint my face and go out like I should. Baby, you turned a clear night sky into a dark, dark hole. Oké, welke kruiden gaan we als eerste plukken? We pakken een klein beetje salie. Dat is niet het lekkerste, maar daar zijn we nu wel het dichtste bij. Oké. Okay. Want we maken toch een klein rondje en dan pakken we gewoon wat ons voor de voeten komt. Oké, okay. Ja. Salie, dan denk ik ook aan lamsvlees altijd. Ja, zeker. En ik denk ook aan toen ik vroeger zong. Als mijn stem slecht was, dan maakte ik altijd een aftreksel van salie. Oké. Okay. Dan gaan we plukken.
Of we knippen? Ja, we knippen een klein beetje. Hè. Dat is vriendelijker voor de plant. Dus dan maak je een mooiere wond, zeg maar. We hebben niet veel nodig van salie, hè. Want je gebruikt echt maar een heel klein beetje. Want salie is zo krachtig dat veel, dat moet gewoon niet. En dan? Ja, dan lopen we even verder. Oh, dit ziet er zo mooi uit. Ja, venkel, dat, hè? Dat is venkel. Dat is geweldig. Ops. Dat is super. Ja, je is... Dit is super lekker. Ja, dat is echt heel, ook een heel grappig gevoel in je mond. Lekker. Ja. Frank, echt, serieus. Ik bedoel, toen ik 12 of 13 of jong was, wij wisten het niet. Is het nou een hype of is het iets wat vergeten is en dat door al die nieuwe trends en transities die we doormaken gewoon weer helemaal up-to-date is? Het is echt, dat is een goede vraag. Ik weet het antwoord ook niet, dat vraag ik me ook wel. Want enerzijds, dat is wat je eigenlijk ook zegt, vroeger was het enerzijds niet meer als normaal. Anderzijds zijn we er ook weer niet helemaal mee opgegroeid. Nee. Voor mezelf, maar ik zeg niet dat het de waarheid is. Hè. Maar heb ik soms zelfs zoiets. We hebben zoveel pakjes, potjes, bewerkt, verwerkt en zo verder. Dat je soms wel echt proeft bij de mensen dat ze een hunker hebben weer naar puur, naar eerlijk, naar onbewerkt. Dit kennen heel veel mensen denk ik niet, hè? De venkel op deze manier. Basilicum, rozemarijn, tijm, munt, hè, de Marokkaanse munt. Mm-hmm. Noem eens even een paar nieuwe kruiden waarvan je denkt, ga daarmee experimenteren thuis. Zwitserse munt is voor ons relatief nieuw. Zwitserse munt. En we hebben ook, en dat vind ik ook leuk, we hebben zelfs een kruid wat we specifiek kweken alleen voor de bloem. Gewoon alleen voor de bloem. En dat is? Dat is rode wondklaver. Ik heb zin om infusies te gaan maken. Ja. En wellicht wel meer. Hi Monique. Hey. En kom ik met mijn zakje aan. Ja. Met mijn taartje. Dat had niet gehoeven, hè? Ik heb zelf wat gemaakt. Ja, wat heb je gemaakt? Een kruidencake met appeltjes. Wat zit erin? Wat zit erin? We hebben erin gestopt een citroenmelisse, Marokkaanse munt, basilicum, Franse dragon. Tijn. Kom hier, een taart voor een taart. Een taart? Ja, maar jij hebt een heel kleintje nou. Een heel kleintje en niet zelf gemaakt. Maar we hadden al bedacht dat we daar ook nog wat kruiden op kunnen doen. Dat kan. En dit is het grootste cadeau van je eigen man natuurlijk. Kruiden van jullie, eigen kruiderij. Nou, waanzin. Heel fris. Heel licht. We gaan het weer op de website zetten, hè. Iedereen kan dit maken met jullie kruiden. En wij zijn klaar voor het infuus. Leg ons er maar aan, of hoe gaat dat? Zo erg is het niet. Nee, we gaan gewoon zogenaamd thee drinken. Zogenaamd? Zogenaamd, want officieel mag het geen thee noemen. Het is, thee mag je alleen maar van de Camellia sinensis noemen. En wat gaan wij dan maken? Dat noem je dan infusie. Dat is dan dat je water kookt, daar de kruiden in doet. En van alle kruiden die wij gepakt hebben, kunnen er gewoon in. Wat gaan we drinken? We gaan dan eerst een citroenmelisse-thee maken. Dat is die? Ja. Oké, okay, nou laat maar zien. Ik vind het leuk. Dit helemaal vol stoppen? Nee, dat hoeft niet. Het hoeft echt maar een beetje. Citroenmelisse. Ja. Die doen we erin. Nee, dacht ik. Helemaal vol? Nee, dat hoeft niet. Dank zo, oké. Okay. Gaan proeven, hè? Een proeverij. Een proeverij. Oh, dus we gaan nog een potje maken. Ja. Prima. Wat wordt het volgende kruid? Dan kan dat trekken. De chocolademunt vind ik wel leuk. Oké. Okay. Zo. Waanzinnig lekker, hè? Dat is? Dat is als thee zoetkruid. Ja. En dan wil ik eigenlijk gaan mengen met rode wondklaver, omdat de bloemetjes. Het ziet zo leuk uit in de thee. Die rode. Ja. Nou is het nog een beetje vroeg op de middag en dit staat te trekken. Dus ondertussen wil ik wel weten wat we naar dit infuus voor alcoholisch infuus kunnen verwachten. Nou, we hebben een muntlikeur gemaakt. En we hebben een basilicum mojito. Het is een basis muntlikeur, ja. Zeg maar op basis van wodka. Ja. 24 uur getrokken. En dan krijg je dus een beetje een rumachtige kleur. Stel dat je nou zegt van, goh, ik wil een mooie groene kleur van diezelfde munt, dan kan dat. Dan moet je een alcohol pakken van 96%. Dan blijft de groene kleur namelijk gespaard. Ja, en wat gebeurt er met mijn lever op 96%? Nee, tuurlijk, dat mag niet. Dat is absoluut correct. Daarna moet je hem versnijden, zeg maar.
zo zeg je dat met een chic woord. Ja. En dan moet je hem verdunnen met water. Weer terugbrengen naar een 40%. Gezondheid op het eindeloze leven van kruiden. She put the lime in the coconut, now she drank and poured up. She put the lime. Dit is heel zacht. Ik dacht het is heel sterk. Jij bent klaar. Ik ben klaar. Dit is de citroenmelisse. Oké, en dan komt. Dan komt de chocolademunt. Chocolademunt, ja, dat was met die donkere blaadjes. En dan nog die hele moeilijke naam. De Lipia. Aztek zoetkruid. Ja, met. Rode wondklaver. Rode wondklaver. Ik weet het wel. Zullen we daarmee beginnen? Oeh, dat is zoet. Maar niet verkeerd zoet, want ik hou helemaal niet van zoet. Ik ook niet. Heel lekker. Dan die. De munt. Toch? Nee, citroenmelisse. Oh, je citroenmelisse. Mm-hmm. Ook stom, ik moet eerst proeven en het dan gewoon zeggen. Dit is citroenmelisse, duidelijk. Ja. Mm. Ik ga nooit meer thee kopen. Ik ga alleen maar kruidenplanten neerzetten. Dat is 10 keer beter. Ja, dat is leuk. Nee, maar gewoon hartstikke lekker. En de chocola. Heerlijk. Gaat de wereld voor me open. Wij blijven hier gewoon lekker zitten. Jij maakt voor ons een mojito, want dan wordt er ook ijs in. Crushed ijs. Die moet ik nog even pakken uit de diepvries. Okay. Want anders dan was jou gesmolten. De rest had ik alleen maar voorbereid. Toppie. Wat heb je gebruikt? Nou, we hebben de noen, suiker. Dat had hij even onder elkaar gedaan. Daarna basilicum. Goed even geprakt dat het goed onder elkaar gaat. Dat laat je even staan. Dat doe je dus gewoon. Crunch ijs doorheen. Roeren. Roeren. Dat het goed koud wordt. Dan komt er lekker rum bij. Ja. Zo. Oh, ah ja. Fatsoenlijk of niet? Ja. Fatsoenlijk. Well, now you told me, honey, baby. You was the heaven. Het wordt steeds leuker. Je begint helemaal in biologische kruiden met je neus. En uiteindelijk nou raak je in tropische sferen, toch? Dit is een vakantiegevoel. Dus zo kan iedereen vakantie vieren. Op zijn balkon, in zijn tuin. Maar in ieder geval in heel Limburg met kruiden van puur aroma. Op je vlees. Op je tomaten, in je thee, in je bad en in de alcohol. Salute partout. Wauw. Dat is gewoon echt heel gaaf. Dit is verschrikkelijk. Ga even lekker zitten. Trek die stoel erbij. Dit is echt leuk. Want wij gaan niet meer de kou in. Wij gaan de alcohol het werk laten doen. Ja, en ik denk, volgende week zijn we er vast wel weer met een andere smaak van Limburg. In ieder geval Limburgs DNA. Gezondheid. Gezondheid. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Puur Aroma.